Goedemorgen iedereen, welkom bij weer een nieuwe vlog. 1, 2, 3, fuck it. Ik begin deze vlog nu in de ochtend. Maar ik heb nog beeldjes die ik jullie wil laten zien. Want zoals jullie ondertussen waarschijnlijk wel hebben gezien, ben ik meter geworden. Hier is mijn armbandje. Ik weet niet als het scherp stelt. Nee, oké. Maar ik ben meter geworden. Allee, ik mag meter zijn van baby boy nummer 2 van Nice Family. Super leuk, ben ik super blij mee ook. Ergens, veel vroeger had ik het verwacht, ergens wel een beetje, maar ergens ook niet dubbel. Langs de ene kant misschien wel, had ik daar ergens op gehoopt dat ik meter ging worden van de tweede. Van de eerste is natuurlijk Celine haar zus, want Celine heeft nog een zus. Dus dan wist ik wel, ja oké, van de eerste ga ik dat sowieso niet worden. Op de tweede had ik het ergens wel gehoopt, maar ik had het niet verwacht dat ze dat gingen vragen bij de gender reveal. Ik had gedacht dat dat ergens later of zo ging volgen, dus ik was wel verrast. Maar daar heb ik ook nog wat beeldjes van de vorige vlog, als ik erover vertel en als ik het laat zien. Want die had ik nog niet in de vlog vorige week gepost, omdat de vlog van Celine pas later kwam en ik wou natuurlijk haar eerst de kans geven om het te laten zien. Dus die zal ik nu invoegen. Oké, we zijn onderweg van bij Celine en Nick naar mijn ouders nu. En Celine en Nick hadden gevraagd als ik meter wil worden van de tweede baby. Yay. Je ziet Niels niet. Niels is hier. Super blij natuurlijk. Heel fijn. Ja, ik ben super blij dat ik meter mag worden van mijn beste vriendin, haar kindje. Tweede kindje. Dat is wel echt super leuk. Ja, leuk. Echt heel blij. Maar nu heb ik wel spijt dat ik zo niks heb gefilmd. Maar ja, oké. Je gaat het allemaal kunnen zien in de vlog van Celine. Dus ik denk dat die ook vandaag komt op hun kanaal. Dus dan kun je het daar zien. En nu gaan we naar mama en papa. Ik had trouwens nog niet laten zien wat ik had gekregen van Celine en Nick en Noah. Dus dat zat hierin. Dus we dachten dat er een cupcake ging in zitten. Voor zo de gender reveal, we wisten het verslag wel al, maar toch. Maar dit zat er dan in, hè. Super cute. Er staat op meter en een regenboogje voor de rainbow baby. Echt super cute. Ja. Zo fijn. Ik ga het zo meteen aandoen. Oké, dan hebben jullie die beeldjes nog gezien. Ik vond het toch leuk om mijn reactie nog te delen. En ja, het zou spijtig zijn om die beeldjes gewoon te moeten weggooien. En dan hebben we dit weekend ook ons tuinhuis gezet. Daar heb ik ook een paar beeldjes van. Dus die zal ik ook zelfs toevoegen. Maar zo ziet het er nu uit. Daar is het, ons tuinhuis. Ik vind het super goed passen met, we hebben heel veel zwart op het terras, wit en grijs. En het past echt perfect erbij. Het is ook perfecte grootte voor op het stukje wat ervoor voorzien was. Dat is echt wel blij. En Niels heeft ook al de elektriciteitskabel tot daar getrokken ondertussen. En ingegraven in het gras. Hier vooraan ziet je dat een beetje. Dan moet nog een beetje terug te groeien. Maar ja, nu regent het natuurlijk. Wat het de komende week gewoon constant gaat doen. Oh, echt miserabel weer. Dat weer is echt zo erg. Ik wil gewoon echt zo graag op vakantie door dat weer. Oh, echt erg en het blijft echt zo. Maar ja, oké. Het tuinhuis zetten was wel goed gegaan. Heel vlot gegaan. Niels zijn stiefpapa, zijn mama en zijn fokken waar ik kon me helpen. Dus zijn, ja, fokken, wat is dat? Opa of pompa, zoals wij het zeggen. Hier, dus die waren ik komen helpen. Super lief. Zelf heb ik niet heel veel gedaan, want dan was ik zo, ja, ik weet niet, ik voelde mij zo alsof ik in de weg liep of zo. Maar ja, oké, ik heb geholpen waar het kon. En dan daarna hebben we ook nog gebruncht samen. Allee, zijn fokken niet, die is naar huis gegaan. Maar met Niels, zijn mama, stiefpapa, Muffin. Muffin is hier weer hevig naar Milky aan het zijn. Dus dat hebben we dan ook nog gedaan. En daar heb ik ook beeldjes van en die ga ik nu toevoegen. Oké, dat waren de beeldjes die ik nog had. Daar ga ik het ook bij laten voor deze vlog. Normaal gezien heb ik woensdag een haul van Sarah en Chiquel. Dus dan gaat dat woensdag volgen. Dan vrijdag gaat er waarschijnlijk weer geen vlog zijn, want we hebben weer voor de rest eigenlijk niks gedaan. We zijn wel naar de verjaardag van Laurens geweest dit weekend, maar daar heb ik niks gevlogd. Want ja... Allee, dat is privé en ik denk niet dat hij dat heel leuk zou vinden als ik zijn verjaardagsbeelden zo hier op zou gooien. Wat hebben we dan nog gedaan dit weekend? Ik ben aan het denken. Ik ben ook nog met 2 vriendinnen gaan wandelen. Met Freya en Eva. Dus dat was ook wel heel fijn, want daar heb ik niks gevlogd. Dus ja, en ik denk het weekend dat komt dat we misschien kippetjes gaan halen. Ik hoop het, want ik wil echt al zo lang en graag de kippen. En het kippenhok is nu af. Maar we zijn er nog altijd niet toegeraakt om kippetjes te gaan halen. Dus hoop mee met mij dat volgende week ergens in een vlog kippetjes komen. Ik hoop het echt. Oké, ik ga nu ontbijten, want het is ochtend. Ik ga Rice Krispies eten. Heb ik zin in. En mijn groene thee drinken. En dan ga ik hier de vlog afsluiten. Hopelijk vonden jullie het toch leuk om te zien. Om die beeldjes nog te zien. Doe zeker thumbs up. Laat een leuke comment na. En dan zie ik jullie snel weer.